we dit seizoen en vorig seizoen naast elkaar leggen, kun je één ding vergelijken. Dat zijn de ongeslagen wedstrijden. Zo, goed dat je het zegt, want dat wist ik niet. Maar ja, nee, we hebben nu geloof ik een reeks van acht wedstrijden. Zeven wedstrijden ongeslagen. Ja, helaas wel niet heel veel overwinningen ertussen. Maar ja, we verliezen ook niet veel, dus dat is goed. Dat is het grote verschil. Je had de woorden uit mijn mond, de overwinningen. Ja, weet je, ja, we spelen veel gelijk. We krijgen nu niet meer veel goals tegen. Dus het is alleen zaak om zelf weer wat meer te scoren. En dan gaan we vanzelf weer winnen. Als je dan de laatste wedstrijd kijkt, afgelopen vrijdagavond tegen Helmond Sport. Waarbij je een helft lang domineert. Ja, de tweede helft het wat lastiger hebt. Misschien nog blij moet zijn met een punt. Is dat het dan? Sneller afstand van je tegenstander nemen? Ja, dat denk ik wel. Weet je, eerste helft waren we ook niet denderend. Maar hadden we wel genoeg mogelijkheden om inderdaad verder uit te lopen. En ja, als je die dan niet verzilvert en tweede helft krijg je wat kansen tegen. Ja, dan kan je zomaar weer gelijk spelen. En ja, dat deden we. Maar ja, daar waren we natuurlijk niet blij mee. Want van Helmond Sport moet je in principe gewoon winnen thuis. En dan wacht vrijdagavond een nieuwe uitdaging in de hoofdstad om die ongeslagen status vast te houden. Ja, dat is een leuke uitdaging inderdaad. Jong Ajax is altijd elk jaar weer een hele goede ploeg. Goed voetballend en ja, inderdaad wat je zegt, een uitdaging. We hebben daar geloof ik nog nooit gewonnen, hoorde ik. Dus ja, we gaan ons best doen en ik denk dat we wel voor een stintje kunnen zorgen daar. Ja. Wat weet je van de Amsterdammers? Ja, wat ik zeg, die zijn elk jaar weer goed. Sterke spits en ook al is hij sterk, hij kan ook voetballen. Eigenlijk zijn ze allemaal vaardig en snel en goed. Dus ja, maar weet je, we hebben een goed plan als het goed is om er tegenover te spelen. Ja. Nu zijn de regels iets veranderd voor de belofte teams. Kun je al daardoor iets meer instellen op de spelers die je treffen gaat? Ja, wel een beetje. Maar ja, je weet het nog steeds niet. Want er zijn nog steeds genoeg mogelijkheden op elke positie wie er kan gaan spelen. Dus ja, we hebben wel een beeld over wie waar speelt. Maar ja, of dat helemaal klopt, weten we natuurlijk nooit. Dat zien we vrijdag. Naar jezelf kijkend, hoe beleef jij het seizoen tot nu toe? Ja, ik had het liefst wat meer gewonnen natuurlijk. Maar ik ben allang blij dat ik gelijk vanaf het begin fit was en er stond. Ja, over mijn eigen speel, manier van spelen ben ik wat tevreden. Ook aangezien ik gewoon 4 maanden eruit heb gelegen voor het seizoen. Ja, ik voel me gewoon fit en sterk. Dus ik hoop gewoon zoveel minuten te kunnen blijven maken. En dan met het team weer gaan winnen. Je hebt nu op 1 na de meeste speelminuten gemaakt. Ja, ik ben tegen Go Ahead was ik even uitgegaan. Dat was jammer, maar ja, toen was ik... Het was jammer, maar was eigenlijk een wonder dat je überhaupt op het veld stond. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik was net als anderen toen er echt best wel ziek. Maar ja, het ging net om te spelen en ook daar een puntje gepakt, dus dat was ook weer prima. En 80 minuten met Mats de Helft binnen de lijnen, hoe slecht het ook ging. Ja, hoe slecht het ook ging. Voetballend was ik niet eens zo heel slecht, maar met me qua fysiek was het niet best, nee. Ja, je zei het al, als ik zeg een constante factor dit seizoen binnen het team, ben je het daarmee eens? Ja, dat denk ik wel. Ik probeer gewoon elke wedstrijd inderdaad, wat je zegt, stabiel te zijn. Aanvallend kan ik misschien wat meer toevoegen nog. Maar inderdaad, als je verdedigend gewoon elke wedstrijd een stabiele indruk maakt als verdediger. En aanvallend wat extra's kan brengen, ja, dan speel je elke wedstrijd gewoon een goede pot. Het belangrijkste van een verdediger is uiteraard zijn tegenstander uitschakelen, ballen afpakken. Maar je zegt meer aanvallend. Jij kenmerkt mij juist door zo'n moderne rechtervleugelverdediger die juist ook regelmatig de achterlijn van een tegenstander haalt. Ja, dat had ik vorig jaar niet zozeer. Maar ja, ik heb gewoon hard getraind en veel inhoud gekweekt, zeg maar, om dat 90 minuten te kunnen. Dus ja, als je dat kan, moet je er ook wel gebruik van maken, vind ik. En ik krijg die vrijheid van de trainer en met Danny daar aan de rechterkant. Die veel naar binnen gaat, is er voor mij genoeg ruimte om er overheen te gaan. Ja. En dan ga je zelf scoren. Ja, dat is 2 keer gelukt nu. 1 keer in de voorbereiding, 1 keer in de competitie. Maar ja, het liefst veel vaker natuurlijk. Maar ja, eens even afwachten. Ga ik wel voor natuurlijk. Morgenavond maar dan de winnende. Als dat zou zo zou zijn, dan zou dat heel lekker zijn. Ja. Maar ja, dat moeten we even afwachten.